Ramis, na nou vorige week eindelijk een uitwedstrijd hebben gewonnen. Vandaag thuis van AZ gewonnen, dat uh, moet lekker zijn. Ja zeker, uh, perfecte twee wedstrijden op rij. Uh, we hadden het nodig na een mindere fase, dus uh, dat is top. Ja, je begint een wedstrijd, uh, eigenlijk uh, beter kan het niet. Ja, uh, zoals we vaak thuis beginnen, uh, scherp, duels winnen. Uh, en we maken dit keer ook twee hele vroege goals, dus dat uh, maakt het voetballen makkelijker. En uh, ja, uiteindelijk beslissen we het, uh, ook gelijk de wedstrijd ja hoe zie je de rest van de eerste helft dan moeten jullie doordrukken ja ik denk dat er genoeg waren in ieder geval veel beter en we hadden genoeg mogelijkheden om door te drukken nou dat doen we uiteindelijk niet dat is zonde dat is een aandachtspunt voor ons ik denk als je de derde maakt voor is dan geef je hun toch wel een tik van dit gaat hem niet meer worden vandaag en nu blijft het toch een wedstrijd en zie je dat ze in de tweede helft ook nog de aansluitingstreffer maken en dan wordt het nog een zware eind ja dan wordt het nog wel even spannend ja, zeker. Ik denk niet dat ze echt kansen, of kansen hebben gekregen nog in die eindfase. Maar ja, als ze ballen erin gaan gooien, dan uh, wordt het altijd gevaarlijk. En dan word je de laatste paar minuten nog gewisseld. Dan zie ik je nou niet eens op de bank zitten, maar staan en springen en doen. Hoe is dat? Ja, dat is de emotie die naar boven komt. Uh, ja, ik uh, doe er alle, altijd alles aan om te winnen en uh, ja, dat gebeurt automatisch. Hoe is het uh, nu? Je hebt dan een aantal wedstrijden ja, een klein dipje gehad. Voelt het nu ook weer dat je eruit, zit, of eruit bent en dat het weer loopt? Ja, uh, het loopt weer bij ons. Uh, in ieder geval, uh, de echte wil om te winnen is vooral terug. Uh, in ieder geval, dat is nu ook terug te zien. Dat wil ze er altijd. En dat is mooi. En als, ik denk als wij dat hebben, dan uh, zijn er weinig ploegen die ons kunnen verslaan. Ja, en al helemaal aan huis, nog steeds geen competitiewedstrijd verloren. Hoe is het om in deze ambiance te mogen voetballen? Ja, geweldig. Vandaag was het echt weer een uh, topsfeer. Uh, een van de betere dit seizoen. Ik denk samen met PSV thuis, Fiorentina thuis, uh, Feyenoord thuis was dit uh, weer een uh, topwedstrijd met een geweldige sfeer. En nu even rust. Uh, nou, al wel voor jou. Ga je in Algerije? Ja, uh, ik ga zo uh, richting Amsterdam, richting uh, vliegveld. Uh, ik heb al een vroege vlucht, dus uh, ik ga gewoon lekker door. Succes!